En welkom weer bij een nieuwe tutorial van Gemstones. Er was een verzoekje geweest al een tijdje geleden of ik een rood bosje kan schilderen. Nu heb ik hem al hier op mijn steen gezet. Het is een hele grove steen, dus zullen jullie wel zien. Echt, geen idee waar die vandaan komt. Ik heb er gewoon een wit laagje op gedaan en ik heb wat blauwe strepen erop gezet. Heel grof. Het is echt een hele grove steen, dus ik heb het ook echt grof gelaten een beetje. Heb je nou een mooie steen, dan is gewoon een witte achtergrond ook mooi. Kijk, dat heb je hier op dat rood bosje is het ook. Ik ga het jullie uitleggen op een stukje papier, want het is makkelijker om te zien. Duidelijker. En jullie kunnen dat meteen op jullie steen zetten. Dus dan weten jullie wat ik, waarom. Ik begin met een cirkeltje. Gewoon een mooi cirkeltje. Dan gaan we een beetje het buikje schetsen. Dat is een beetje een groter... Ja, het is ongeveer 3/4 van het lijfje is en het, ten opzichte van het hoofdje. Dan ga je het van het rondje hier ga je het rond trekken. Zo, trekt een beetje rond. Dus dezelfde ronding die je hebt als het cirkeltje. Dan hier begint dat een staartje te worden. Zo ongeveer. Ja, dan heb je een beetje een lijktop, een beetje een fluitje. Een fluitje of zoiets, ja. Dat is een grove tekening, zeg maar. Hè? Een grove uitlijn. Dan ga je dat kleine vleugeltje erlangs nog. En dan zie ik, oh jeetje, het is veel te dik. Ik kan beter dit dunner maken. En dan deze ook wat dunner. Pak je je gum er even bij. Mijn dochter zit langs me, die is ook aan het tekenen, dus we delen één gum. Dus die gum die wordt van links naar rechts geplaatst. Dan weet je dat. Nou, ons staartje is een beetje beter zo, een beetje fijner. Zover nog te volgen, toch? Dit mag een beetje ronder, vind ik nog. En hoe ronder je het buikje maakt... Des te winters het wordt. Dus in de winter zetten ze die roodborstjes altijd hun veren een beetje op. En dan krijgen ze een dikkere donsteken, denk ik. Nou, hier begint ongeveer het vleugeltje. En die steekt een beetje uit. Dus het is meer een soort een driehoekachtig. Zie? Dat is de buitenvleugel. En dan heb je een soort rondje. En dat is de binnenvleugel. Soms is het best makkelijk, hè? Als je het zeg maar vertaalt in kleine stukjes, dan is het best dat is nou, dit is het lastigste, dat is het snaveltje. Het snaveltje moet niet te groot maken, niet te klein maken. Het loopt een beetje als een driehoekje, maar het driehoekje is een beetje, heeft een beetje een wat scherpere kantje. Dus het is niet een mooi driehoekje, dus het loopt hier een beetje schuin, zie je? En dan hier loopt het een beetje ronder. Dus je wilt hem nou niet te dik maken. Zo ongeveer. Nou, als je nou een streepje zet. Want dat doen veel mensen die doen dat van zo'n bekje. En dan gaan ze precies in het midden een streepje zetten. Zo hier zo. Maar dat is niet goed. Je moet het streepje moet een beetje meer naar onder. Dus het moet ongeveer, je moet het in drie delen. Drie keer delen. En dan aan het onderste moet je dat streepje zetten. Zie je dat? Ik zal nog een beetje inzoomen. Het is een beetje lastig te zien. Kijk, zie je hoe ik het ongeveer in drie stukjes heb verdeeld? En dan de onderkant en dan neem je dat mee naar het puntje. Dus niet de driehoek in helft verdelen, dat is niet mooi. Dan een oogje, gewoon globaal schetsen. En dat komt straks wel goed als je dan zegt van nou, ik wil hem nog een beetje meer. Dit is het borstje, dat is een beetje een V-vorm. En dan hier komt het weer uit. Een beetje ongeveer. Kijk, een schets van een vogeltje is, vind ik altijd nog het lastigste. En straks met het verf kun je heel mooi overloopjes laten doen. Ik ga vandaag een beetje een meer waterige verftechniek gebruiken. Dan is het belangrijk dat je dus een witte steen hebt of een Santorini. Santorini is een steen wat uit Santorini komt. Een deel in Griekenland volgens mij, als ik het goed heb. En die hebben wat glittering en die zijn goed geschikt voor waterverf.
Maar als je nou een goede steen hebt en je doet daar gewoon een flinke laag witte verf overheen en een beetje zeg maar een achtergrondje, dan heb je eigenlijk ook een mooie steen om, om waterverftechniek om toe te passen. En dus, dat is gewoon af en toe wat makkelijker om het te laten overlopen. En omdat ik wil jullie iets anders leren natuurlijk. Nou, het schetsje is bijna gezet. Ongeveer. Nou, heb je nog een... Kijk, ik vind mijn snaveltje nog een beetje te groot. Kijk, een schets is altijd een soort leidraad om je verf te gaan gebruiken. En je zult zien dadelijk dat inderdaad een snaveltje is nog het lastigste. Dat zul je wel zien. Maar goed, het is een schatje, toch? Het is een liefje. Even nog die potloodje. Hier krijg je dus die streepjes van de vleugel. En dan hier komt het een beetje uit. Dus zo gaan we het straks ook op onze steen. Ik heb hem zo al op mijn steen gezet. Maar het is zo'n grove steen dat ik dacht van, dat ga ik jullie niet aandoen als ik het op jullie steen ga zetten met jullie. Want dan zien jullie er helemaal niks meer van. Nou, ongeveer hier wil ik die tak hebben. En de reden waarom is dat ik dan zeg maar, ik doe één pootje kunnen tekenen en die andere verdwijnt zeg maar achter het takje. Dus het is belangrijk dat je die positie van het takje goed hebt. Hij begint ongeveer, het pootje begint ongeveer waar het staartje en het buikje samenkomen. En dan heb je hier heb je die pootjes, die komen dus samen. En die andere pootje, die zit dus hier, maar die is dus verborgen achter dat stokje. Zie je? En gewoon twee van die klauwtjes. Die andere die verdwijnt aan de bovenkant, zeg maar. Ja, dus dit is ongeveer onze schets. Ja? Nou, dat moet gelukken. En anders doe je hem gewoon lekker langzaam en nog een keertje pauze en zo. Maar dat gaat jullie vast wel lukken. Zo moet hij ongeveer gaan uitzien straks. Ik heb hier dus mijn steen. En dat wil zeggen, het is een hele grove schets. En het is een slordige schets, dus ik dacht, we gaan het gewoon nog een keertje op papier doen, dan kun je het goed volgen. Nou, we pakken onze verf erbij. Ik heb hier geel, oranje, rood, groen, twee kleur blauw, turquoise en donkerblauw en zwart en wit. Dat zijn de kleurtjes die we vandaag gaan gebruiken. Als je andere kleurtjes wilt gebruiken, natuurlijk prima. Ik pak mijn penseeltje er even bij. Ik heb hem goed gespoeld. Dit is nummertje 1. Het is een rond kwastje nummer 1. Dus we gaan het gewoon proberen met deze. Ik pak straks ook wel mijn kleine fijn penseeltje erbij. Maar we beginnen gewoon met wat geel. Ik gebruik altijd mijn dopjes, dat weten jullie inmiddels al. Deze is een beetje droog. Ik pak even mijn pallet erbij en ik heb het dus erg verdund. Het is echt een verdunde waterverf. Zie hoe dun het is? Dus je ziet nog steeds eigenlijk de achtergrond. Dat vind ik helemaal niet erg. Ik gebruik gewoon dit als onderlaagje voor het buikje alvast van het roodborstje. Dus ik vul gewoon dit op met dit kleurtje. En nu zie je nog de potloodstreepjes, maar strakjes als ik ermee klaar ben, zie je er niks meer van. Als je nou denkt, hé, dat wil ik niet, dan gum je ze gewoon zo goed als je kan, gum je ze weg. En kun je misschien met een soort dun penseeltje een omtrek maken. Maar in ieder geval heb je wel een idee. Ik heb hier mijn diep turquoise, oh, is turquoise, is een beetje blauwgroenig. En dan ga ik gewoon hier aan de bovenkant van dat kopje, gebruik ik dit diep turquoise kleurtje. Het is allemaal nog een beetje nat en dat vind ik helemaal niet erg. Een beetje wit erbij gedaan. En zie hoe je dat mooi samenvoegt. Dit is gewoon dat wit. Dat had ik nog een beetje op mijn pallet zitten van een eerdere opdracht. Dus je ziet mij dat niet opendraaien, maar dan weet je in ieder geval dat ik gewoon wit gebruik. Ik probeer zoveel mogelijk goed in te zoomen dat jullie goed kunnen volgen. Nou, dat is het kopje min of meer. Straks doen we er nog wel een beetje meer bij. Ik zal er een beetje wit erbij doen en een beetje donkerblauw. Ik was op mijn pallet.
klein beetje, heel klein beetje, maakt het gewoon een klein beetje donkerder. En hier onder dat borstje pak ik dat donkerblauw. En je ziet gewoon, ik dot maar een beetje weg. Dit is echt grof nog. En dat is helemaal niet erg. Het randje hier van het buikje wil ik ook met dit. En het staartje aanzet ook. En dan pak ik hier dat groenige gele wat ik nog heb staan op mijn pallet. Gebruik ik het staartje voor. Beetje wit erbij. Wat ander staartje, ander kantje. Even dus een basisje aanleggen hier zo. Ik heb hier een nieuw doekje. Jullie zien het. Hè? Ik heb een nieuw doekje. En die andere was gewoon zo vies. Dus ik moet hem echt een keertje wassen. Maar ja, ik heb hem al een keer gewassen. En hij wordt gewoon niet schoon. Dus dat is mijn afveegdoekje. Is zo handig. Ik raad het zeker aan. Als jullie bezig zijn met steentjes schilderen. Gewoon een oude handdoek of zo. Waar de gaten in zitten. Gewoon een stukje afknippen. Vierkantje. En dan lekker onder je werk leggen. Dat is veel beter dan werken met dat keukenrol en zo. Dat werkt gewoon niet. Dus ja, een stukje badstof. Dus ik heb hier mijn dunne penseeltje vast. Dat is een weggooi oogliner penseeltje. Dat gebruik ik vaak. Dat iedereen die mijn tutorials kent, die ziet mij altijd promoten van dit simpele penseeltje. En het is helemaal niet professioneel. Maar omdat die zo dun is en zo kort is, vind ik hem zo fijn. Ik denk dat de echte professionele schilders mij wel... Maar dan denk ik, oh, ben je toch een gek mens, weet je wel, met die rotzooi penseeltjes. Maar ja, ik vind ze gewoon fijn. Ieder wat wil. Nou, ik gebruik hier gewoon wat wit en een beetje met dat blauw. En ik ben gewoon een beetje, en ik ga gewoon over dat stokje, die schets die ik net heb gezet, die ga ik er gewoon overheen. En dan kom ik straks wel weer terug op, zet ik hem wel weer terug op mijn steen. Dus ik ga er gewoon overheen. Moet jullie zelf bepalen. Je kunt er ook heel makkelijk langs. Als je het fijn vindt, dan kan je het makkelijk doen. Maar ik ben gewoon op dit moment lui. Ik heb deze tutorial gemaakt. Het was volgens mij 12 uur. Dat ik klaar was. Dus dan weten jullie. Dan weten jullie wat ik doe in de avond. Als er niks op televisie is. De reden waarom ik deze kleurtjes heb gebruikt is dat ik ze zo warm vind. Kijk, een wit borstje is nooit helemaal wit. En met blauw kun je er heel mooi, zeg maar, highlights in brengen. Dus ik speel gewoon met de kleurtjes die ik op mijn palet heb. Een beetje oranje of een beetje geel. En dat zit er een beetje van een groen in. En dan maak ik dus die schaduw aan. Zie je hoe mooi dat komt? Een beetje meer onder dat vleugeltje. En dan hier mag het weer wat witter. Ik pak mijn zwart er even bij. Soms wil je het een klein beetje donkerder hebben. Ik maak het weer waterig. Niet vergeten. En ik gebruik het gewoon eventjes voor onder dat vleugeltje hier. Dit is dus niet zwart. Het is echt meer blauw met een heel klein beetje... zwart erbij. Dus grijs, blauw, zwartig, achtig. Moet je mij horen. Dus dit is dus de onderkant van dat vleugeltje van dat rood borstje. Beetje meer blauw. En ik zet hier dat vogeltje, dat vleugeltje aan de bovenkant, zet ik eventjes met wat blauw erop. Zo. Dus dit is dus licht of donkerblauw eigenlijk, met een beetje zwart samengemengd. En dan heel langzaam maak ik hem wat donkerder. Pak wat wit erbij. Maak het wat blauw.
dus de opzet, zeg maar, het bovenstukje van het vogeltje heeft een soort een andere structuur als de onderkant. Dus dan ben ik hier nou een beetje lichter aan het maken en dan daarna gaat het weer donkerder worden. Zo probeer je dus dieptes en highlights in je vleugeltjes aan te brengen. Ik maak mijn wit hier een beetje waterig. Zie je dat ik er gewoon een druppeltje water bij doe. Ik heb een dun penseeltje. Het moet natuurlijk niet te dun worden, want dan wordt het ook niet mooi. Even wat streepjes zetten. Het is echt een lastige steen. Ik kan het niet goed uitleggen, maar het is een hele grove steen. En daardoor wil het nooit zo strak werken. En daar baal ik dan wel van. Maar goed, jullie hebben er ook wel eens last van. Dus ik denk, nou, we moeten ons gewoon eventjes onze grenzen verleggen. En we gaan gewoon het steentje gebruiken. Dus als je nou een goede ondergrond hebt gepakt, dus net wat ik net heb gedaan, dat vleugeltje vond ik een beetje te dik, hè, de onderste ondervleugeltje. Dus ik heb gewoon met wat wit, heb ik hem wat smaller gemaakt. En omdat ik dus die twee kleuren heb gebruikt, hè, dus dat turquoise verf en wat wit, kan ik dat heel makkelijk zeg maar zelf bepalen van ik moet hem nog een beetje dunner en dan doe ik gewoon een stukje wit overheen. Dus dat had ik net gedaan. Nou, het vleugeltje is wel. Het vleugeltje is wel goed zo. Zo. Ik ga even kijken hier. Dit is nog een beetje wat donkerder. Dit. Zo. Wel een beetje smaller. Ik ben niet zo helemaal tevreden voor. Outline mag een beetje donkerder. Het is leuk, zeg maar, vind ik altijd om te zien. Als je dus bezig bent met schilderen, dan ben je zo in je element en dan vergeet je dingen. En dan vergeet je de tijd en dan vergeet je te koken. En dan kijk je op je horloge en denk je, oh, is het al zo laat? Ik moet toch iets koken? En dan denk ik, oh, arme man en kinderen, wat ben ik toch een slechte moeder. Ik pak mijn groen er even bij. En ik ga dit eventjes samenvoegen, want op dit moment is het gewoon eraan geplakt. Dus ik moet het een beetje samenvoegen. Dus ik gebruik gewoon een beetje van het groene. En dan ga ik dat samen in dat buikje, onderbuikje, blending noemen ze dat, zeg maar. Dus echt gewoon heel langzaam zo het staartje toevoegen aan het lijfje. Anders is het zo'n harde lijn, dat wil je niet. Dus een beetje dus blending van het staartje naar het buikje. Met de kleurtjes die je dus... hebt gehad. Dus als je dus jouw puur wit hebt gebruikt en dan het einde van het staartje dat groene, dan gebruik je dat groene gewoon samen met dat wit om het dan samen te voegen. Een beetje meer van het wit en dan gebruik ik een beetje meer blauw. Ik ben gewoon aan het spelen met die kleurtjes. Een beetje oranje erbij. Dan ga ik eventjes concentreren op het rood van het roodborstje. Dus ik doe opnieuw, ik ga niet meteen op rood, maar ik ga eerst op oranje. En opnieuw, dit is een waterige massa. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde soort als werken met waterverf of in ieder geval met sterk verdunde verf. En het geeft toch nog een goede dekking. Ik weet niet of dat jullie dat zien. Dit is echt verf van Deco Art. Daar werk ik graag mee. Amsterdam is ook een hele goede verf.
Ik ben niet zo te spreken over de action verven. Maar soms heb je gewoon, dat is alles wat je hebt. En dan zul je er gewoon een paar keer een extra laagje over moeten doen. En opnieuw een witte achtergrond helpt. Ik pak mijn diep rood er even bij. Dit is echt een dieper rood. Als je nou alleen een fel rood hebt en je denkt van, oh, dat is niet zo mooi, dan doe je er gewoon een klein beetje bruin bij. Gewoon maar echt zo'n tipje van je borsteltje. En dan maakt dat die rood van dat felrood, maakt het een beetje donkerder. Een beetje spelen met de kleurtjes. Want het is mooier als dat er zo'n hele felrode bles van zo'n vogeltje. Dat is ook niet mooi met deze kleurtjes die we vandaag hebben gebruikt. Ik gebruik een beetje meer donkerder, dus net om het oogje. Zie je, het is een beetje donkerder. En ik gebruik gewoon dat rood en ik ga gewoon over in dat borstje. Dus het is niet een harde lijn, maar gewoon, ik ga gewoon met mijn penseeltje, met streepjes, ga ik dus over op het blauwe wat eronder is. Die schaduw die ik eronder heb gedaan. Hieronder dat snaveltje mag het ook wat donkerder. En zie je dus hoe je dus met verschillende kleurtjes gebruik je dus, dan heb je een veel diepere en mooiere en natuurlijkere overgang dan dat je gewoon één kleurtje gebruikt. Ik heb hier wat geel met wit gemengd om het dan nog wat lichter te maken. Dus net boven hier op dat kopje mag het wat lichter zijn. Je ziet mij altijd eventjes spoelen. Hier heb ik van die streepjes. De eerste streepje is een beetje te dik, maar goed, dat doe ik straks wel weer af. En hier gewoon een paar van die dotjes. En dan ga ik dit stukje eventjes weghalen. Dus die andere was gewoon een beetje te dik. Ik draai hem even om, dan zie je wat voor kleurtjes dat ik gebruik. Dus gewoon wit met dat donkerblauw en dat groen wat er nog op zit. Dit is echt een wat droger borsteltje wat ik nu heb. En nu weer wat natter. Kijk, mijn vingers. Vingers zijn altijd goed. Dit stukje wil ik een beetje donker hebben. Ik wil het de bovenste stukje gewoon een beetje donkerder hebben. Een beetje meer van het groene erbij. Oh jee. Hier mag het ook wel wat lichter. Dus aan de bovenkant, het kopje van het vogeltje heb ik dus dat groene en dat donkerblauwe en dat turquoise noemen ze dat. Hè? Dat zeeblauw moet ik zeggen. Hier aan de onderkant van dat staartje mag het wat donkerder, want daar valt natuurlijk schaduw op. En dan ga je dat zo langzaam naar de puntjes doen. Kijk, dit is ook een soort V'tje. Zie je dat ik het een beetje een V'tje blend? Dus dat die binnenkant ook een beetje, dit is ook een beetje langer, deze kleur. Nou, het gaat al hartstikke goed zo. Deze wil ik een beetje lichter hebben. En het mag toch een beetje langer. Een binnenste vleugeltje. Als jouw kleur goed is, dan laat je het kleurtje gewoon lekker zo, hè? Even fixen, want dan ben ik uitgeschoten.
Hebben jullie ook vast wel. Maar je denkt van, oh, wat een ramp. En toen was het stil. Klein beetje meer de veertjes uit laten steken. Yes. Hier eventjes een dun lijntje. Ja, als je dus een grove steen hebt, is een strak lijntje trekken heel erg lastig. Maar goed, het begint er al op te lijken. Mijn visie komt uit. Je moet ook wat, hè, met die lelijke steentjes. Je moet toch iets doen, hè, om het mooi te maken. Beetje blauw erbij. Ja. Ik wil het een beetje blauwig grijzig hebben. Dus gewoon alleen voor het snaveltje gebruik ik dus blauw-grijzig. Ik doe eventjes die dikke potloodgummen even weg. Voor een snaveltje is dat gewoon niet mooi, dat het een hele dikke lijn is. Dus ik moet echt zorgen dat ik wat fijner werk. Dus ik gebruik hier gewoon dat grijsblauwig. Het is echt wit met een klein beetje zwart erin. Maar echt maar zo'n pinderpuntigste klein beetje. En dan met blauw erbij. En dat geeft het een hele warme, natuurlijke kleur. Kijk, dan moet ik zorgen dat ik nou niet te dik werk. Dus ik pak mijn allerdunste penseeltje er even bij. Even die uitlijn, zeg maar, van mijn snaveltje. Nou is hij te dik. Maar goed, komt straks wel goed. Dan zien jullie het ook goed. Hier, deze mag een beetje ronder. Onderkant van de snaveltje is een klein beetje donkerder dan de bovenkant. Zie je daar? Ik pak gewoon een beetje wit erbij. Gewoon een beetje wit. En dan hier ook een beetje wit. Je ziet al langzaam, zie je het komen. Nou, niet vergeten dat het dus 2/3 ongeveer, hè, of 1/3 van moet het verdelen in 3 stukjes. Als je het nog goed kan herinneren. Dat is ook belangrijk dat je niet te dik, dus de snavel niet in tweeën deelt. Want dat klopt niet. Ik maak even mijn snaveltje een beetje minder puntig, zie je? En omdat ik er gewoon een beetje achtergrond van heb, kan dat gewoon heel makkelijk. Kijk, het is gewoon weg. Ik neem even deze dikke lijn, die zwarte dikke lijn, die ga ik wegdoen. En doe ik gewoon een beetje van het oranje gebruiken, dat ik net heb gebruikt. Zie je, dat is een beetje natuurlijker dan zo'n dikke zwarte lijn. En dan heb ik het natuurlijk over mijn snavel heen gedaan. Dus dat is altijd zo, hè? Dan verpest je het gewoon zelf. Nou, lief snaveltje. Er ontbreekt nog wel iets. Zien jullie wat er ontbreekt? Een beetje minder dik. Yes, zo is hij beter. Mag een beetje donkerder puntje. En alleen nog maar het neusje. Dus een beetje een rondje wat een beetje puntig uitloopt aan deze kant. Dus het is een
een puntje zetten en dan een beetje trekken naar de punt van het snaveltje. Nou, het oogje is gewoon een rondje. Die hadden we net ook geschetst. Gewoon probeer zo mooi mogelijk een rondje te maken. Niet te groot, want dat is ook niet mooi. Dus even goed kijken naar de proporties. Ongeveer, wat zou het zijn? Ongeveer de helft van het snaveltje grootte. Geeft het een beetje een proportie. Dan moet je het even laten drogen, dat oogje, voordat we er dadelijk de twinkling in stoppen. Dus ik doe hier en daar nog een klein beetje oranje op het borstje. Een beetje geel erbij. Dus opnieuw lekker blenden met die kleurtjes samen. Voegen vind ik wel mooi. Een beetje zeegroen of turquoise. Als ik zeg maar aan blenden ben, dan zorg ik gewoon altijd dat mijn verf een beetje natter blijft. En dan blend je heel makkelijk. Dus als je verf al opdroogt, dus dan is het een beetje lastiger. Dus je moet gewoon een beetje sneller werken met blending technieks. Nu gaan we om het hoofdje allemaal puntjes zetten. Gewoon klein. Als je nou geen heel dun penseeltje hebt, kan je een tandenstokertje pakken. Maar gewoon eventjes die puntjes om het oogje zetten. En dan hoeft het niet helemaal rond, als het maar drie kwart is. Als je te veel hebt gebruikt, dan kun je natuurlijk met zwart kun je altijd de stippeltjes een beetje minder dik maken. Of met het rood, hier doe ik met rood. Want dan waren er een paar een beetje te dik. En dan doe ik dat gewoon met een beetje rood dat weer weg. Nou, de twinkling, dat is een soort streepje hier. En een beetje groter aan de onderkant en een kleiner dotje aan de onderkant. In het midden, eigenlijk niet aan de onderkant, maar gewoon weer aan het midden. Oogje gedaan. Klein beetje nog een snaveltje. Het begint er al op te lijken, toch, jongens? Nou, we moeten ons nog eventjes dat pootjes doen ook straks. Ja. Ik zit hier dan ook te blazen. Ik zit gewoon achteraf te kijken en ik zit gewoon te blazen. Ik zie mijn gum en ik ben aan blazen. Wow. Het is echt gewoon te laat hiervoor. Nou, ons stokje ga ik gewoon hier zetten ongeveer. Ik schets gewoon hier met mijn penseeltje nummertje 1. Even globaal de locatie van dat steeltje. Ik maak het nou niet te moeilijk. Ik gebruik gewoon de kleurtjes die ik op mijn palet heb zitten. Heb je nou bruin op je palet zitten, gebruik je gewoon een bruin stokje. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik vond het wel leuk, zeg maar, om dezelfde kleur tintjes te gebruiken. Dus het is dat donkerblauw, het is dat groen, het is de zeegroen. En we gebruiken gewoon wat we hebben. Je moet ook altijd zorgen dat als jij een stokje hebt, dat je een donkere kant hebt en een lichtere kant. Dus de onderkant hier is wat meer schaduw en de bovenkant zit wat meer licht. Dus ik gewoon wat wit. Zie je hoe globaal ik dat doe? Ik doe maar een dotje hier. Hè. Dit is echt niet, dit is niet rocket science, noem ik dat. Het is gewoon echt een beetje, ja, een beetje doen. Gewoon doen. Als je nou denkt van nou dat kan ik niet, dan doe je het gewoon eerst gewoon met je potloodje weer schetsen. Of je volgt gewoon je schets die je hebt gezet als je daar blij mee was. Kan natuurlijk ook. Maar je wilt dus een donker aan de onderkant hebben. Dus daar bij het staartje moet het wat donker zijn. Aan de andere kant van het stokje mag wat lichter zijn. En je speelt gewoon met de kleurtjes. Aan de bovenkant van het stokje heb je natuurlijk ook een soort donker stukje. Dat is natuurlijk waar dat uiteinde van dat stokje is. Dus zie je hoe ik dat gewoon een soort
donker maak, maar dan ook een beetje blend samen. En dan heb ik dus de onderkant van dat stokje. Zo, een beetje, deze kan nog wat lichter. Ik probeer eventjes mijn dikke potloodstrepen weg te halen van eerder. Ik zal nu niet blazen. Dat doe ik jullie niet aan. Nou, schandalig. Mijn verf is bijna op, dus ik mag bijna naar bed. En mijn pallet is alweer helemaal vol met verf. Maar mijn tip om aluminiumfolie te gebruiken is heerlijk. Ik hoef het niet meer af te werken of af te spoelen elke keer. Dus ja, super, super goede tip voor jullie ook allemaal. Ik heb ook geprobeerd met dat... plastic, maar dat werkt niet. Dat is veel te zacht. Plakt niet goed. Nou, ik ga mijn pootjes zetten. Hier zo ongeveer. Tussen die staart, weet je wel. Dus waar die staart en de buikjes samenkomen, wil ik dat voorbrengen. Zo. Dat is het pootje. Een beetje te veel hier. Een beetje blending. Blending. Nou, dat is het pootje. Alleen hebben we natuurlijk niet zijn klauwtjes nog niet. Dus komt ook goed. Hè? Ik ga deze even een beetje dunner maken. Anders is het zo raar. Dan heb ik zo'n dikke ja, poot. En nu eventjes de klauwtjes. Dat zijn gewoon halve boogjes die dus eigenlijk eindigen op dat stokje. Dus niet te veel over dat pootje heen gaan. Zie je, het is echt maar een klein beetje. En hier aan de bovenkant is een klein beetje hoger. Die begint hoger, want dat is natuurlijk het binnenste stokje. En dan heb je het andere pootje, wat dus verdwijnt achter dat stokje. Is gewoon, begint gewoon net langs dat andere pootje. Wat dat betreft is dat wel een heel makkelijk ding. Een klein beetje zwart, puur zwart voor het nageltje. Ik kan ook wit gebruiken, kan ook misschien ook. Misschien ook wel een goed idee geweest naar achteraf te kijken. Ik heb gewoon nou eenmaal dat donkerblauw gebruikt. Dat is echt een heel donkere kleur. Nu maak ik een beetje lichter. Pootje. Dat is het pootje. En dan zie je dus dat we heel andere kleurtjes hebben gebruikt als normaal een rood borstje is. Als zoals wij een rood borstje zouden tekenen, moet je zeggen. Hè? Want natuurlijk, iedereen ziet de rood borstjes op een andere manier. En ik weet, voor velen is het ook een speciale betekenis. Dus ik vond het altijd wat leuk om een rood borstje tutorial te maken voor jullie. Alleen, ja, er zijn al zoveel roodborstjes tutorials, dus ik dacht, we gaan het gewoon een beetje anders doen. Een beetje andere kleurtjes gebruiken. Dus ik hoop dat jullie dit iets leuk vond. Hij is eigenlijk klaar nu. Je kunt het nog een beetje versieren, je kunt er blaadjes bij doen. Maar ik laat hem gewoon zo. Ik vind simpel gewoon altijd mooi. Je kan het een beetje opschonen. Dat doe ik straks misschien wel, dat die potloodstreekjes. Dat doe ik morgen wel, als ik wakker ben. We zitten wel lekker onder de verf. Vond je het leuk? Abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. Vind ik hartstikke leuk. En laat me weten wat je wil zien voor de volgende keer. En ik hoop je nog een keertje te zien. Ik vond het leuk dat jullie mij weer hebben aangeluisterd. Doei!